Vertel eens een beetje voor de mensen die de band helemaal niet kennen. Ja, het is een combinatie van metal en rap. Ja, het was oorspronkelijk gewoon een metalband. Ja. En ik had eerst een andere band waar ik al bij rapte, zeg maar. En ik heb heel lang hip-hop gedaan. En toen was ik eigenlijk een beetje gestopt met die band. En toen belden deze jongens mij. Van, hey, hun frontman die ging verhuizen. En die zag er niet meer zitten. Dus ik had zoiets van, ja, eigenlijk weet ik het ook nog niet zo zeker. Maar laten we het eens proberen. De eerste oefensessie die we inzetten, toen voelde het gelijk zo goed dat we het toch maar zijn gaan doen. De beroemde klik was er? Ja, de welberoemde klik inderdaad. Hij was er gelijk, ja. Wat zijn jullie plannen eigenlijk deze zomer? We hebben nu net even eigenlijk de festivaltjes gespeeld die we in onze agenda stonden. En nu hebben we vakantie? Ook vakantie, maar we gaan ook weer de studio induiken. Okay. Dus want we hebben natuurlijk we hebben die grote prijs gewonnen, daardoor mochten we hier ook spelen. En daar komt ook een stukje studiotijd bij staan bij JB en bij Milkmark. En hebben we al goede gesprekken mee gehad en we hebben al wat pre-producties gedaan. Dus we willen daar één single uit halen. Om echt even te kijken wat we met z'n allen kunnen neerzetten qua sound. En radiowaardige single? Dat is wel de bedoeling, maar dat vind ik deze plaat ook, Maar ja, wie wil altijd een stapje hoger en een stapje verder natuurlijk. Dus dat is wel de bedoeling inderdaad. En ik ben nu al heel enthousiast over dit nummer, dus het gaat goed komen. Nou ja, goed, die grote prijs die win je natuurlijk niet zomaar. Daar heb je wel wat voor moeten doen en veel voor moeten laten. Hoeveel jaren zijn jullie bezig? Ik zit net een jaar bij deze band. Okay. Ja, maar ja, wat ik zeg, van, kijk, ik heb daarvoor met mijn vorige band ook veel gespeeld. Hebben we ook hier gespeeld. Maar dat is in 2012 hebben we toen ook de grote prijs gewonnen. Dus ik ben een beetje niet heel erg vreemd in het circuitje. Maar ja, als de klik de muzikaal één keer is. En deze jongens zijn ook al een paar jaar met de band, volgens mij ook al 8 jaar bezig voor mij. Dus als dat dan één keer samenkomt. Dus je moet net dat moment pakken en dan wil dat, ja. Maar dan, die grote prijs die win je en dan mag je hier spelen. Is dat dan een dream comes true? Nou, het is een begin van een droom, zeg maar. Weet je wel, dus wij hebben nog veel meer grotere plannen. Op zich, de hele metal is een beetje een niche-markt in de festivals, hè? Ja, dat is wel zo. Maar kijk, wij maken natuurlijk al niet echt metal, want we hebben de vocal al iets anders liggen. En ik denk dat we wel iets doen wat een tijd weg geweest is, waar denk ik een heleboel mensen wel weer een vreemd soort van nostalgie bij hebben en wat ze wel weer graag zullen horen. En je merkt ook dat de bandjes uit Amerika die dit deden, komen ook steeds weer hier toeren. Binnenkort komt POD bijvoorbeeld naar Enschede. We hebben natuurlijk die nieuwe Rage Against the Machine, Prophets of Rage, daar zitten wat van de andere groepen in. Dus je ziet dat wel weer een soort van resurgence krijgt. En ik denk dat wij daar best tussen passen, maar dan op onze eigen manier. Want het moet natuurlijk geen carbon copy worden, maar ja. Maar is dat al een fulltime job? Nee, nog lang niet. Maar ik leef wel van mijn muziek. Dus ik geef veel workshops op scholen en zo. En ik doe veel muziekdingen en ik veel metaalbewerking. Ja, metaalbewerking. Is wel mijn oorspronkelijke vak trouwens. Nee, maar ik geef workshops en creatieve dingen. Dus ook videogames programmeren en dat soort dingen. Dat is wel heel leuk. En daarnaast doe ik videoclips maken voor artiesten en zo. Dus dat is een heel andere business. Ja, maar dat is leuk, want daar kunnen wij ook weer van profiteren. Onze vorige videoclip was budget van eigenlijk alleen de benzine om naar de locatie te rijden. En de rest hebben we zelf kunnen doen. Dus dat scheelt. Ja, ja. Dus, wat is het plan voor de rest van vandaag? Vandaag nog even van het festival genieten en dan ga ik weer rustig naar Zwolle toe. Ja.